Everything must be leopard print. Everything must be leopard print. Everything must be leopard print. Everything leopard print. If it's not leopard print, it's irrelevant. Your hair. Leopard print. Your eyes. Leopard print. Excuse me. Are you wearing cheetah print? Please leave immediately. Leopard print. Everything. Dankjewel dat jullie er allemaal zijn. Deze expositie gaat eigenlijk over de quote-unquote gewone mens. De gewone bezoeker die naar een feest gaat. Als je kijkt naar de geschiedenis van feesten die zijn vastgelegd door de jaren heen, dan zijn het altijd de paradijsvogels, zijn het de performers, ze zijn de la-di-da mensen, maar nooit de gewone mensen. En dan kan je zeggen, zijn dit dan gewone mensen? Want ze zien er zo special uit. Natuurlijk, je pakt mensen die je bijzonder vindt, die ik bijzonder vind, waar je een klik mee hebt. En natuurlijk, als je op de foto gaat, doe je iets leuks aan. Meestal, zoals je ziet, is het een jongen of een meisje of het is een groep. En nu waren het twee jongens. Heeft mij 100 mensen gescheeld die er niet op afkwamen, want ze dachten, oh, het is een homofeest. Volgende feest zie je hierachter, dat is een non-binaire regisseur, maar iedereen dacht, oh, dat is een diesel dive en een femme, dus een butch en een femme, heeft mij 150 man gescheeld. Dus mensen zijn, willen dat niet meer, de tijd is veranderd. Wat het bijzondere is, dat mijn allerlaatste foto, die heb ik dus van Galerie Torts gemaakt, kunnen jullie allemaal meenemen. Hier, dat is van Tors en Lucie. Zijn hier ook aanwezig. Maar die zou ik nooit meer durven gebruiken voor mijn eigen feest. Want er komen er misschien maar 10 mensen. Sorry. Maar... Nou waar. We rekenen buiten de waard. En de waard staat hier. Dat is namelijk Lavender. En die zeggen... Daar hebben wij maling aan. Dus geef ons een foto. En ik ga nu aan jullie aanbieden. En dit is hem in Lavender. We zitten hier in het patronaat op Haarlem Queer Festival. Queer Festival Haarlem. Wat is dat precies? Het is een 10-daags festival wat we nu voor het eerst organiseren in Haarlem. En dat is eigenlijk ontstaan uit een nood aan queer community, aan samen zijn in het Haarlemse nachtleven, maar ook overdag. Dus daarom hebben we eigenlijk nu 10 dagen lang films, maar ook feesten, maar ook exposities zoals deze hier van mevrouw De Waal. Hier is vanavond de opening van Dansvolk van Maxime Duval, De Waal. Met bijdrage van Maarten Nauw, Party Pictures, en Wessel Haaksman, Video. Gefeliciteerd dat jullie dit hier in Haarlem weten te organiseren voor de community en de broader community, de allies. Maar dat is niet het enige wat jullie doen, hè? Klopt. We hebben de stoute schoenen aangetrokken en ook een bar geopend. Een wat? Een bar, een queer bar in Haarlem, genaamd Lavender. We hebben dat tijdperk toch wel een beetje gehad dat het nodig is voor queers, homo's, lesbisch en biseksuelen om eigen barren te hebben. We zijn toch geëmancipeerd in Haarlem? Dat zou je denken. Maar helaas in Haarlem hadden we geen eigen plekken. En ging iedereen dus naar Amsterdam. En merkten we dus dat niemand in de community elkaar vond. En dat de hetero-barren heel veel van onze mensen niet toestonden. Dus het was voor ons extra nodig om juist onze eigen plek te gaan creëren. En wat is nou het bijzondere aan Lavender? Lavender is eigenlijk heel bijzonder omdat we een regenbooghuis zijn en een bar. Dus we creëren spaces voor queer mensen om samen te komen, om boeken te lezen, maar ook om vergaderingen te houden, om workshops te geven. Maar je zegt Queer Festival Haarlem.
Wat is precies nou queer? Queer is eigenlijk iedereen die buiten een normatief leeft. Dus je kan en hetero en queer zijn, maar je kan gay en queer zijn. Alles wat wordt gezien als normaal, als je daar buiten leeft, ben je in principe queer. Als queer zeg je, wat jij van mij denkt, maakt mij sowieso niet zoveel uit. En hoe ik me voel, ja, dat is soms misschien net een beetje anders en dat is ook goed. Wie is voor jullie Maxime de Waal of Duval? Maxime is voor ons, naast dat ze echt een extreem getalenteerde kunstenares is, met een hele kritische blik op onze maatschappij, waar ik persoonlijk heel vaak hele goede gesprekken over heb, waar het nu naartoe gaat met onze maatschappij, hoe zij als persoon over straat gaat, hoe ik als persoon over straat ga, is zij ook een van de meest briljante performers van Disco Totaal. Wat zo'n bizar feest is, waar wij ook zelf al jaren komen, waar een zo'n gemêleerd publiek altijd op afkomt, dat je denkt, hè, kom jij op Disco Totaal? En toch, iedereen heeft het daar altijd heel leuk. Mensen, kom binnen. Rotterdam staat nu te draaien en je ziet, het is een feest van je welste. Nog een tophit! En Maxime is eigenlijk voor mij een soort moeder geweest. En zij heeft me altijd, gewoon omdat ik me altijd een beetje onbegrepen voelde in de nachtscene en in de uitgaansscene. En zelfs altijd zo van, ja maar kom maar gewoon, kom maar. En ook ik heb geperformed voor Disco Totaal, ik sta op de foto voor Totaal. En een hele goede vriend is en een hele loyale vriend is. Wat maakte dan dat jij je daar zo awkward voelde? Er zit ook een bepaald normatief en er zit ook een bepaald zo van, oh ja maar je moet zo zijn. Het zijn klikjes, het zijn groepjes mensen, wat ook fijn is aan, wat ook fijn kan zijn, maar dat zit heel erg in groepjes en in mensjes. En als je daar niet bij hoort of niet bij kan horen of geen aansluiting bij vindt, dan kan dat heel erg exclusief zijn voor mensen. En ik denk dat, hoe zij mij altijd heeft laten voelen, is dat iedereen welkom is. En dat zegt ook wat Rick net ook zei, is gewoon dat er alle walks of life komen daar. En dat vind ik persoonlijk heel prettig. Je queerness of je vrijheid of het jezelf kunnen zijn zoals op deze foto's. Hoe heb jij dat gedaan in je leven vanaf dat je zo klein was? Nou ja, ik denk dat vanaf klein zijn dat de verkleedhoek en de verkleeddoos altijd een grote inspiratiebron was. En vooral als dan toch stiekem je moeder daar wat oude petticoats in heeft gegooid. Ook al had ze 3 jongens, lagen er toch petticoats in waar je dan van alles mee kon. En ik denk dat later ik wat conservatiever ben geworden. Ik zat op de landbouwschool in Drenthe, dus daar was een hele strenge norm in wat je wel en niet mocht. Toen kwam ook dat je geen kisten aan mocht naar school, maar we wilden wel kisten. Want ja, de gabbertijd was ook nog een beetje in Drenthe. En pas in het nachtleven in Amsterdam ben ik eigenlijk gaan leren dat ik mag experimenteren. Dat ik mag nagels opdoen als ik dat wil. En dat is toen doorgegroeid naar mijn werkleven. Naar nagels die nu elke dag op mijn vingers zitten. Omdat ik voel dat dat bij mij hoort. En ik denk dat dat daarmee ook de kracht altijd van de nacht is geweest. Ja, je
komt uit Leeuwarden en je bent een aantal keren bij Disco Totaal geweest. Ja, wat vind je ervan? Ik vind het een hartstikke leuk feest. Kan je zelf daar zijn? En ja, ze komen allemaal disco-liefhebbers daar. En als je het bijvoorbeeld hebt over een artiest of artiestgroep als Azoto. Ken je Azoto? Ik ken het. Van San Salvador en Exalt Exalt. Dan komen we er iemand tegen en dan heb je het erover. Oh, wat leuk, Azoto. Maar jij bent dus echt een disco-liefhebber. Ik ben een hele grote disco-liefhebber. Ik verzamel ook disco-vinyl. En er komen mensen uit de LGBT-gemeenschap. Er komen mensen uit naar de hetero-wereld. Want het gaat allemaal leuk samen. En het leuke daarvan is, bij de Disco Totaalfeesten, dat je jezelf kan zijn, maar ook jezelf kan zijn in de muziek wat je leuk vindt. Maar non-binary, dat je dus niet man, niet vrouw, want jullie hebben allebei nagels, by the way. Kijk maar, Wessel. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, wij identificeren ons allebei als non-binair. Dus we zijn allebei, wij voelen ons nog man, nog vrouw. Ik conformeer me niet aan de standaard die er is in de maatschappij. Dus een soort van, daar trek ik me persoonlijk niet zoveel van aan. Maar je leeft in een wereld wat een binair systeem heeft. Wat is het binaire systeem eigenlijk? Heel even kort. Het binair systeem is dat het een man of een vrouw is. En dat zwart-wit. Zwart-wit. Dag-nacht. Masculien. En de dageraad bestaat niet. Ja. Ik denk dat je precies non-binair kan zijn en een snor kan hebben en nagels kan hebben en een jurk aan kan hebben. Alleen dat heeft niet te maken met je uiterlijk, maar dat heeft vooral te maken met hoe je je voelt en hoe je gedraagt in de maatschappij, denk ik. Of hoe je relaties aanvliegt met mensen. Wat ik ervan begrijp, je hebt seksualiteit, hè? Je voelt je aangetrokken tot een bepaald lichaam of lichaamskenmerken. Maar is non-binariteit nou meer een soort kleding? Keuze, of? Nee, want een kledingkeuze, dan praat je over je genderexpressie. En je identiteit is hoe je jezelf identificeert. En dan je seksualiteit is waar je je tot aangetrokken voelt. Maxime, welke foto springt nou voor jou als maker er het meest uit? Ja, dat is heel cliché wat ik nu ga zeggen, maar dat is natuurlijk de laatste waar ik het net over had. Omdat je daar het meeste in legt. En het is ook nu een statement. Dus ik snap dat je een beetje in de war bent, want ze staan natuurlijk niet op de juiste plek. Jij moet hier. Waarom staan jullie op deze foto? Nou ja, Maxime die heeft al jaren geleden tegen mij gezegd dat ze mij een keer wou fotograferen. Hoe dat? Waarom zou Maxime jou willen fotograferen? Ik heb geen idee, dus ik heb ook jaren moeten wachten. En toen Maxime Lucy zag, toen was het binnen een week geregeld, dus toen stonden we in één keer op de foto. Hey Lucie, je kijkt nu naar deze foto. Het is een tijd geleden. Er is echt veel gebeurd in de tussentijd. Hoe kijk je nou naar deze foto terwijl je hier nu zelf bij staat? Ik vind het nog steeds een hele vette foto en ik ben heel blij hoe het is geworden. Ja. En wat symboliseert deze foto? Los van dat je naast natuurlijk Tos, een van je allergrootste liefdes en misschien wel een van je beste vrienden in je leven staat. Maar hoe kijk je nu terug naar dit moment en dan twee van die personen die naast deze foto staan, wat zie jij als je er naar kijkt? Ja, ik zie gewoon twee hele confident personen, zeg maar. Confident in van zelfvertrouwen? Ja, gewoon lekker onszelf. En we stralen dat uit. We mogen gewoon zijn wie we zijn. En we kleden ons gewoon hoe we ons willen kleden. En we zijn gewoon lekker onszelf. Ja, en jij hebt dan een leuk geel rokje aan op deze foto. En Tos, jij hebt hier een glitterbroek aan. Schaam je je daar niet voor? Nou, ik schaam me vroeger altijd voor mijn moeder, omdat die ook altijd hele rare dingen aantrok. En nu ben ik heel blij dat ik zo'n rare moeder had en dat ik het nu zelf ook mag doen. Dus ik raad eigenlijk iedereen aan om lekker de glitters uit de kast te halen. Dus dat is alleen maar fijn. En meer mensen moeten het doen. Ja, maar je zegt iets heel belangrijks. Je zegt dat ik het nu ook mag doen. Ja. Heb jij echt het gevoel dat het eerst niet mocht en nu wel mag? Nou, ik durfde het niet. Ik wou het wel, maar ik durfde niet. En het is nog steeds gevaarlijk om er anders uit te zien op straat, helaas. Maar ik sta mezelf toe om gewoon dat te doen, ondanks wat andere mensen van me vinden. Dus het gaat heel erg over lef. En misschien komen we wel een persoon tegen die denkt, oh wauw, hun doen dat. Misschien durf ik dat morgen ook wel te doen. En dat is graag wat we willen brengen. Ja, beste mensen, dit hier. Dit is lef.